Het was een meeting of minds donderdagmiddag op de Novio Tech Campus. De beweging RVN-Ed organiseerde daar onder meer een waarmaakstraat, waarin professionals met allerlei achtergronden jonge of startende ondernemers helpen met hun bedrijf. Thema van de bijeenkomst was innovatie. Drijvende kracht van RVN-Ed is Christy Lamers. Ja, het evenement begint bij onze projecten. Het Rijk van Nijmegen heeft verschillende projecten. Dat gaat bijvoorbeeld over duurzaam en gezond aan tafel. Werken in het Rijk van Nijmegen. De circulaire economie. Nou, dat soort projecten, dat soort thema's. En die gaan dus door de Waarmaakstraat heen. En wij vragen experts die ze dan helpen. En als je bijvoorbeeld expertise hebt, ja, dan zetten we je natuurlijk ook gewoon gelijk in als expert aan een waarmaaktafel. Er zijn heel veel initiatieven, maar we werken eigenlijk met z'n allen best wel een beetje langs elkaar heen. En het project Rijk van Nijmegen zorgt ervoor dat we de krachten gaan bundelen en zo de economische snelheid en vaart erin gaan zetten. Inderdaad, we hebben een waarmaakstraat en dat betekent dat er dus allerlei verschillende thema's zijn. Bijvoorbeeld een tafel business case met allemaal mensen die je kunnen helpen om je business case te verscherpen. Maar ik heb ook een tafel communicatie. Er zit iemand die fantastische websites kan maken, maar ook iemand die een lonkend perspectief kan tekenen. Kortom, welke informatie of info je nodig hebt om je project een stapje verder te helpen, ja, dat kan je gewoon hier vandaag vinden.